Het ging deze zomer heel veel over water. Kwantiteit hebben we wel genoeg, maar hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit? We gaan het deze week uitzoeken in een serie. De bron van ons drinkwater is rivierwater uit de Maas. En dat wordt door Evides binnengepompt vanuit de Brabantse Biesbos. Het gebouwtje wat je hier ziet, dat is het innamewerk. En als we nou nog dichterbij komen, dan zie je het water ook daar naar binnen stromen door het rooster heen. Nou, het ziet er nog niet eens zo beroerd uit. Nee, dit is Maaswater wat we op dit moment innemen, hier op deze plaats. En dat ziet er prima uit. Maar hoe weten we nou of dit water niet allerlei chemische troepen bevat? Nou, stroomopwaarts, 10 kilometer stroomopwaarts, hebben wij een meetstation. En daar zitten een tiental watervlooien en die controleren voor ons het water. En die watervlooien worden in de gaten gehouden door een computer bij een onafhankelijk laboratorium. Ja, je ziet ze hier zwemmen in een glazen cuvette, een soort aquarium. Daar wordt het gedrag van de beesten bijgehouden. Dat wordt gevisualiseerd. Je ziet hier de lijntjes. Dat wordt door een computer opgenomen. En zodra het gedrag van die beesten als gevolg van verontreinigingen snel verandert, dan slaat de computer alarm en wordt er een monster genomen wat hier op het lab geanalyseerd wordt. En wordt de inname van de Maas stopgezet? De inname wordt automatisch stopgezet op het moment dat deze monitor een alarm geeft. Er is Maaswater genoeg, zelfs deze zomer. Het is echt altijd een kwaliteitsissue van de Maas. Maas is een regenrivier en de kwaliteit varieert sterk. Het gaat hier naar binnen? Het gaat hier naar binnen en dan komt het in ons eerste spaarbekken. Dat spaarbekken heet De Geister. En daar gaat het dan vooral rusten, heb ik begrepen? Hè? Vooral de tijd nemen om tot rust te komen en langs natuurlijke weg te zuiveren. Kijk. En daar gaan we het dan morgen eens uitgebreid over hebben. Prima.